Ja, dames en heren, bij de Peppelhof. En daar hebben de bewoners het er warm van gekregen, denk ik. Goedenavond. Goedenavond. We zijn bij de Peppelhof. Wat heeft u gedaan? Ik heb een showtje gegeven, een jongleershowtje, vuurshowtje vooral. Je ziet de fakkel nog branden. Voor de mensen hier vanaf het eigen balkon, even veilig, konden ze mooi kijken naar mijn show. Ja, u zei toen u begon van er wordt veel afgelast, daar heeft u natuurlijk ook last van. Ja, zeker, zeker. Heel veel optredens die niet doorgaan. Het is eenmaal zo, om toch een beetje de mensen een hart onder de riem te steken hier in het gebouw. Mijn oma die zit hier ook, die woont hier. Toch even een lekker showtje, ben ik lekker bezig. En die mensen, het is een fantastisch publiek. Ja, en u heeft er ook echt alleen een briefje hier in de bus gedaan, om het grote publiek natuurlijk te vermijden, hè, in tijden van corona. Maar de balkons stonden toch vol. Het lijkt me toch even anders even wennen. Ja, het is even wennen. Vaak ben ik, sta ik heel dicht bij het publiek. Heb ik veel interactie met het publiek. En dat probeer je nou ook wel. Maar ze staan wel op afstand. Maar ze klappen en ze juichen. En je ziet de lach op hun gezicht. En daar doe je het voor. Dus, ja, en vuur doet natuurlijk veel. Hè, want het ging eigenlijk best hoog nog. Ja, klopt. Ja. Zo hier tussen die bomen. Ik dacht, misschien nog een brandweertje. Ja, het valt mee. Valt mee. Ik doe het al heel lang. En ik weet... Dus, Wat is er nou zo leuk aan het vuur? Het is nog steeds de kick. Vroeger vuurtje steken mocht niet. Dus ik ben het maar legaal gaan doen, zeg maar. En oefenen, heel veel oefenen. En nou, je ziet het, de grote vuurshow. Ja, en dan vind ik het echt een heel mooi gebaar dat u dat hier zo even liet zien. Nou, graag gedaan. Ik vond het ook heel leuk. Mocht u thuis nou nog een leuk initiatief hebben waar wij nog niks van weten, laat het even weten. En een blauw duimpje zou leuk zijn. En abonneren. Doei!